mijn Heer. Zo'n lange tijd probeer ik te veranderen en mij van mijn verleden te ontdoen. Van al die vele fouten die ik al begin. Ik weet dat ik uw vergeving niet verdien, maar ik weet dat u mijn intentie ziet. En dat ik door mijn pijn tot hier kwam. Heer, ik wil zijn alles wat u wilt dat ik zal zijn. Gaan waar u wilt dat ik naartoe ga. Heer, ik wil zien uw zegen vervuld worden in mijn leven. Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar. Heer, ik wil zijn alles wat u wilt dat ik zal zijn. Gaan waar u wilt dat ik naartoe ga. En laat uw wil altijd in mij geschieden. Heer, ik wil zien uw zegen vervuld worden in mijn leven. Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar. Goedenavond en welkom bij de online dienst De Liefdestherapie. Maar voordat wij zullen voor met u, dan wij zullen de zalving doen en wij zullen bieden, zodat de God u zal zegen en zodat de God alle last van uw leven zal weghalen. Dan open en zet een beetje in uw vinger, zalf uw hoofd. U kunt ook zalven de mensen die samen met u thuis zijn. En laten wij bieden en aan God vragen dat hij u zal zegenen. Sluit uw ogen. Mijn God en mijn Vader, wij komen tot u door middel van dit gebed. Want wij weten dat u ons naar ons leven, kijk onze gebed, luister. En dat u wil niet dat uw volk zal lijden. U wil niet dat deze mensen in problemen zullen zijn. Dan help deze persoon. Neem alle juk die zit op het leven van deze mensen. Dat alle kwaad, alle werken van de boze bestraft zullen zijn. Misschien gedurende deze dagen de problemen zijn hard tegen deze mensen
en het te komen. En deze persoon nu is verdrietig, is wanhopig, is radeloos. Maar u geeft alle macht. En dat wij weten. Dan, mijn Heer, raak het leven van deze mensen aan en verander de situatie van het leven van deze persoon. Mijn Heer, wij presenteren aan u deze online dienst en wij vragen aan u dat u zal deze persoon zegen en de situatie van het leven van deze persoon veranderen. Praat met God op dit moment. En u zal aan God vertellen wat er is aan de hand in uw leven. Wat zijn de problemen dat u bent nu aan het maken? Wat is de verandering dat u in uw leven wilt zien? En dan praat met de Heer, praat met God op dit moment. Want waar u bent, de kracht van God zal zeker naar uw leven komen en zal uw leven veranderen. Mijn Heer en Vader, beantwoord ons en dat vandaag deze mensen zullen de zegen ontvangen. Dat u zal met deze mensen praten, dat u zal deze mensen helpen, zodat ze uit van deze situatie zullen komen. Wij presenteren het leven van iedereen in uw hand en wij vragen aan u de zegen in de naam van de Heer Jezus Christus. En u die geloof zegt, amen. Amen. Neem uw plaats, alsjeblieft. Ik heb nog niet gevraagd als jullie zijn mijn groeten het zien en het luisteren, maar ik geloof dat u kunt mij horen, u kunt mij zien. En wij gaan verder praten over deze thema. Dat wij zijn op donderdagen aan het praten over de koppels uit Genesis. En vandaag wij zullen leren over het leven van of deze koppel Jacob en Lea, de situatie dat ze hadden in hun leven, zodat wij zullen leren en zodat wij gezegend zullen zijn. De fouten van anderen hoeven niet uw fouten te worden of uw fouten te zijn. U ziet mensen die maken de fouten in hun leven, in hun liefdesleven. Dan dit betekent niet dat je moet dezelfde fouten mee maken. Dit betekent niet dat je moet blijven lijden zoals de mensen zijn en het lijden. Je dient te leren met de fouten van anderen, zodat u zal deze fouten niet doen. Dan het woord van God zegt in Genesis, hoofdstuk 29, vers 31. Wij vinden het volgende. Zeg zo. Toen de Heer zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Dan deze koppel van Jacob en Lea, wij vinden iets interessants in beiden. Deze twee, ze waren mensen die werden gedurende zijn leven, laat mij zo zeggen, gekleineerd worden, veracht worden door de mens. Bijvoorbeeld Jacob. De vader van Jacob hield meer van Esau, want hij was een man die dapper was, die konde naar het veld gaan om te jagen, om eten te brengen naar
waarde dan Jacob. Dan Jacob, hij groeide en hij was altijd verraagd door zijn vader. Hij was geclineerd. De mensen dachten dat Jacob was iemand zonder capaciteit. En zo leefde Jacob. Toen Jacob trouwde, dan onbewust, hij deed hetzelfde met Lea. Hij was niet een man die waardeerde zijn vrouw. Integendeel, hij deed dat. En soms, wij hebben een paar weken geleden gesproken, dat het liefdesleven van een persoon begint voordat dat de persoon zal de trouwen, zal de geboren worden. Want elke persoon brengt zijn bagage. En Jacob bracht dat in zijn huwelijk. En dan, hij deed dat met Lea. Hij waardeerde haar niet. Maar de Bijbel zegt dat God zag hoe oneerlijk Jacob was met Lea. Hij heeft dat gezien. En de Bijbel zegt dat God heeft haar gezegend. En vandaag de dag, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen zijn in dezelfde situatie. Ze zijn niet gewaardeerd. Want de mensen om hun heen, de man, de vrouw, ze kunnen niet waarderen de persoon. En dan de persoon. Zelfs zo de situatie van Lea, zelfs zo dat zij werd niet goed behandeld door Jacob, zij bleef Jacob in het houden. Zij deden niet hetzelfde dat Jacob deed. En dit is de les dat wij dienen te leren. Je kan niet de mensen behandelen als een persoon slecht met je behandelt, als je partner slecht is tegen je het behandelen. En dan je komt niet, zoals de mensen zeggen, met gelijk mond terugbetalen. Je dient anders te doen. Zoals Lea deed. Zij was een vrouw die bleef haar man aan het houden. In plaats dat Jacob deed niet wat hij moest doen, Lea deed altijd wat correct was in een huwelijk, wat betreft de relatie tussen een vrouw en een man. En dit je dient te doen. Want vele mensen, wanneer ze zijn in deze situatie, dat ze zijn niet waardeerd, dat de partner doet iets fout, iets verkeerd tegen de persoon. Hoeveel mensen zeggen, ik moet hetzelfde doen. Hoeveel vrouwen bijvoorbeeld, of ook mannen, maar mensen, dat wanneer de partner heeft een andere, ze zeggen, dan ik zal ook een andere vinden. Laat me een andere vinden. Hij heeft deze pijn aan mij veroorzaakt, dan laat me ook deze pijn aan hem doen. En dan natuurlijk, wanneer de persoon zo'n reactie zal hebben, dan meer problemen zullen komen. En dan de mensen zijn altijd fouten aan het maken. En dit doet dat de sfeer in hun relatie moeilijk zal zijn, slecht zal zijn. Dan de persoon dient te leren, zoals Lea, die deed goed. Bijvoorbeeld, situatie dat veel mensen maken. Hoeveel moeders, bijvoorbeeld, wanneer hun man behandelt haar niet goed, dan ze doen alles zodat de kinderen van de koppel
Ze zullen niet van de vader houden. Ze doen alles zodat de kinderen zullen de vader met slechte ogen zien. En ze maken deze fout zodat en doordat meer problemen komen, thuis meer problemen zijn in de familie. Dan als je partner doet iets niet goed tegen u, en dan doet goed. Doe zoals Lea. Zij heeft goed gedaan en God, hij heeft haar gezien. De Bijbel zegt hier, toen de Heer zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot. Maar Rachel bleef onvruchtbaar. Maar Lea niet, kwam de verandering. En dan verder, zegt zo, de volgende vers zegt zo. En Lea werd zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Ruben. Want zo zeide zij, voorwaar, de Heer geeft voorwaar, nu zal mijn man mijn lief hebben. En dan God heeft haar gezegend en ze kreeg een zoon. Verder zeg, en zij werd verderom zwanger, baarde een zoon en zeide, voorwaar, de Heer heeft gehoord dat ik niet bemind ben en heeft mij ook deze geschonken. En zij gaf hem de naam Simeon. Dan u zie hier dat Lea was een vrouw die God volgde. Want toen ze deze zegen heeft gekregen, ze heeft gezegd, de Heer heeft mij gehoord, de Heer heeft naar mij gekeken. In andere woorden, de zegen kwam en ze wilde ook de zegen om God te vergelen. Dan wanneer je doet goed, God zal altijd je zegen. Hij zal je situatie veranderen. Misschien bent u met veel problemen met uw man. Dat misschien niet goed voor u is. Als u hem slecht zal behandelen, dan de situatie zal doorgaan en zal geen oplossing. Maar als u zal begint goed te doen, dan wel een verandering zal komen. Misschien zegt u, maar pastor, dat is moeilijk. Hoe ga ik dat doen? Dan u dient te strijden om een nieuwe identiteit te hebben. De identiteit van God, van een persoon van God. Want als u zal, in plaats om uw kracht te gebruiken, om te strijden tegen uw te strijden samen met God voor de verandering van uw leven, u zal dat bereiken. Want zo deed Lea en zo zal deze transformatie ook in uw leven komen. Amen. Laat niet toe dat de slechtste dingen van de mensen, van anderen, zullen de goede dat in u is bederven. Want soms u kijkt te veel in wat anderen doen en vanwege dat u wordt een slechte persoon. Een persoon met een slechte hart, een slechte wens. Want als u deze gehele hoofdstuk zal lezen, u zal merken dat Rachel, omdat ze onvruchtbaar was, hij werd een vrouw die bracht altijd een verdriet, een persoon dat anderen konden haar niet dragen. Vervelend persoon, werd een vervelend persoon. En dan laten niet dat de situaties
in je leven, zullen wat best, wat goed in je is, zal kapot maken. Laat niet toe dat de situatie van je leven zal je veranderen in een slechte mens. Maar gebruik deze situatie zodat u een andere persoon, een betere persoon zal zijn. Een persoon met een andere identiteit. Want als u dit zal doen, dan zeker dat uw leven zal veranderd worden. Dat u gelukkig zal zijn. Luister, u hoeft niet... Je kijkt naar de fouten van die anderen, dan je leert. Dit is iets dat ik kan, ik mag niet doen. Want ik, als ik zal dit doen, dan zal een grote fout dat ik zal maken. Dan doet de dingen goed, zodat u een gezegend zal zijn. Misschien bent u samen met uw man, met uw vrouw, met uw partner, in het deelnemen van deze dienst. Wij zullen zo meteen bieden. Maar misschien eerst, u moet de vergevenis vragen aan uw partner, omdat u deze laatste dagen, tijden, u bent uw partner slecht aan het behandelen. Dan vraag de vergevenis. Misschien u erkent nu dat u wil de situatie van uw leven op te lossen, maar u bent altijd de slechte keuzes aan het maken. En dan, je zal eerst de vergevenis aan God vragen. Je zal vragen aan God een nieuwe identiteit. En dan, zeker, God zal naar u luisteren. Hij zal naar uw situatie kijken. Hij zal naar u luisteren zoals hij deed met Lea. En hij zal zeker de situatie van van uw leven veranderen. Amen. Hebben jullie dat begrepen? En dan laten wij bieden. Laten wij nu op dit moment bieden, met God praten, zodat hij de situatie van uw leven zal veranderen. Dan sta op alsjeblieft. Sluit uw ogen en laten wij nu met God. Wij leren met de fouten van anderen. Want de fouten van anderen hoeven niet onze fouten te worden. Zoals geboren met Jacob en Lea. De fout dat Jacob deed, die veroorzaakte de verdriet in Lea, die veroorzaakte de situatie. Hij deed fout, hij deed verkeerd. En hoeveel mensen, die hebben een geloof in u, maar in een moeilijk momenten, in de momenten van discussies, van ruzies, zijn dezelfde fouten het maken. Als de partner verkeerd doet, dan ze doen meer verkeerd. Ontbreekt nederigheid in deze persoon. Dan mijn vader helpt deze persoon, zodat deze persoon nu een nieuwe identiteit zal ontvangen. Want als deze persoon zal zich corrigeren, dan deze persoon zeker dat de meerderheid van hun problemen, liefdesproblemen, familieproblemen, deze mensen zullen dat weghalen van hun huis. Dan mijn vader zegen deze persoon, zoals u deed met Lea. U geeft de situatie van haar leven gezien. U geeft haar geholpen, u gaf haar wat ze meer wilde, omdat ze was een persoon die op u vertrouwde.
was een persoon die deed. Eerde haar leven, haar geloof. En van haar kwam de stam van Juda. En later kwam Jezus van de stam van Juda. U heeft haar gezegend. Zij kreeg een zoon, die was Levi. En van deze stam werden de priesters, die hebben gediend in de tempel. Mijn vader, vandaag, wij kijken naar Lea. Wij weten wat geboren met Lea, omdat u heeft haar gezegend. Dan mijn vader zegen ook deze persoon, die misschien niet meer de liefde van de partner heeft. Of deze persoon die zit in een situatie dat de huwelijk is al kapot. Of deze persoon die vrijgezel is. En niemand kijkt naar deze persoon. Deze persoon denkt, voelt dat niemand zal van deze persoon houden. Help deze persoon in dit moment dat moeilijk is. Want misschien het hart van deze persoon is gebroken. Van zoveel dingen, zoveel woorden. Dat deze persoon heeft al gehoord. Negatieve woorden, slechte woorden. Dat deze persoon al heeft gehoord. En misschien deze persoon is zoals Jacob sinds zijn geboorte. Hij heeft gemerkt dat de vader had meer liefde voor Esau dan van hem. En hij werd in een kant gezet. En zo is de situatie van velen. Dan mijn vader verander deze situatie. Dat uw macht nu zal komen naar het leven. Zal zijn. Vraag aan God om uw binnenste, uw karakter te veranderen. Want misschien wilt u goed doen, maar wanneer u zit in de middel van zo'n situatie, u doet altijd verkeerd, u neemt de verkeerde keuzes. U zegt dat u accepteert niet de situatie dat uw partner doet en u veroorzaakt meer ruzies, meer problemen. En dan vragen God om uw karakter te veranderen. Want hij zal naar u luisteren. En hij zal de situatie van uw leven veranderen. Mijn God en Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, beantwoord deze mensen. Help deze mensen. Zodat deze mensen uit van deze situatie zullen komen. En dat deze mensen gelukkig zullen zijn. Deze mensen zijn aan het leren de ware liefde. Deze mensen zijn nu aan het leren hoe een betere liefdesleven te kunnen bouwen. En ze zullen dat doen. U die hoorde deze boodschap van God. En u zal zich corrigeren, u zal zich veranderen. U zal een andere, een betere houding vanaf vandaag hebben. Dan zeggen God dat vanaf vandaag u zal goed doen. U zal niet meer met de gelijk mond terugbetalen. Maar dat u zal nu goed doen. Als iemand slecht tegen u zal doen, dan u zal goed doen. Als uw partner u slecht zal beginnen, u zal goed doen. Mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. Van deze mens, hun liefdesleven in uw hand. En ik vraag aan u dat u de situatie van het leven van deze mensen zal veranderen. In de naam van de Heer Jezus Christus. In Jezus naam. En u die geloof zegt, amen. Amen. Dan zet in praktijk, want zeker,
dat als je zal in praktijk zetten wat je heeft vandaag geleerd, je zal zeker je liefdesleven, de relatie, de sfeer daar in je huis verbeteren en zal gezegend worden. Nu, ik wil u uitnodigen om het werk van God te helpen, te ondersteunen. U weet dat niemand is verplicht. Ik ga hier zetten de middelen hoe u kunt het werk van God helpen. En daarna zal ik bidden voor alle tiendegevers. Door internetbankieren. U kunt uw eerstelingen en offerandes overmaken ten name van Stichting Universele Kerk van Gods Rijk met rekeningnummer 20682-4811 voor donaties in SRD. Ook vanuit het buitenland kunt u gerust doneren. Vergeet niet om de SWIFT-code daarvoor te gebruiken. Ook via de MoPay-app kunt u offerandes geven. U hoeft alleen de code met het door u gekozen bedrag te scannen. FivePay-gebruikers bestaat de mogelijkheid om uw offerandes te doneren. De Heere Jezus zei: geef en u zal gegeven worden. Oké, dan u kunt uw offerande doen om het werk van God te helpen. Maar nu laat me bidden voor alle tiendegevers. En u die bent trouw aan God in de tiende. Als u heeft nog niet uw naam gebracht, want de namen van de tiendegevers, wij zullen sturen naar Bethel, naar de plaats waar Jacob deed een gelofte met God, die veranderde zijn financiële situatie, zodat u ook gezegend zal zijn. Dan sluit uw ogen. Mijn God en Vader, in de naam van de Heer Jezus, ik vraag u dat u alle tiendegevers zal zegenen. Dat de tiendegevers gezegend zullen worden. Mijn Heer, wij zitten in een moeilijke situatie. Maar degenen die zijn trouw aan u. U heeft beloofd dat we zouden altijd de vensters van de hemel openen. En zegens in overvloed sturen. Dan doet dat. Zodat deze mensen overvloed zullen hebben. Bestraf mijn Vader alle financiële problemen. En zegen mijn Heer, deze mensen, zegen de tiendegevers, degenen die zijn uw werk in het helpen, dat deze mensen meer geholpen zullen worden. Open alle deuren, zodat uw volk de voorspoed zal hebben, want ik vraag aan u de zegen in de naam van de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil deze getuigenis zal luisteren, zodat u gezegend zal worden, zodat u zal weten wat zijn de stappen dat u dient te nemen, zodat u een nieuwe identiteit zal ontvangen. Mijn naam is Rakesh Pancham. Alles wat gebeurde was op de dag dat een familielid van me stierf. Het was namelijk zo dat bij het ritueel ik bloemen moest zetten en mijn hand over de persoons hoofd. En ik wist niet wat dat in feite was. Maar naarmate dat ik groeide, ouder werd, begon ik hetzelfde leven dat die familielid had. Ik begon het te zien reflecteren in mijn eigen leven. En het was namelijk zo dat
Ik begon iemand te worden onhandelbaar. Ik werd iemand dat agressief was. Iemand dat, ja, er telde geen regels voor mij. Ik was niet te beheersen. Voor mij was het leven een leven zonder regels. Een leven losbandig. Ik begon te roken, te drinken. Ongehoorzaam, ik luisterde niet naar mijn ouders. In feite, ik had niets te maken. Ik leefde het leven gewoon. Totdat ik belandde in de criminaliteit. Dat ik zelf werd opgesloten. Dat maakte dat in mijn binnenste er verdriet was. En dit alles maakte dat ik ook in de avonturen niet goed kon slapen. Werd ik veel aangevallen door boze geesten. Demonen die kwamen om me te wurgen in de avonturen. Dat maakte dat ik in de avonturen niet wou slapen, maar constant bezig wou zijn met mijn telefoon. Ik had last van dromen, zoals dromen met slangen, dode mensen. Er waren bepaalde dromen dat ik omgaan had met iemand, terwijl er niemand daar was. Er waren bepaalde momenten zelf in de kamer dat het leek alsof mijn bed met vuur was. Ik zweette zodanig dat ik niet kon slapen. Door al deze problemen besloot ik naar buiten te gaan. En ik heb moeten betalen ervoor. Ik werd gebaat. Er werden tapoes aan me gegeven. Een ketting had ik met een tijgertand. Ringen had ik. Ik had zelf een smeersel gekregen om te smeren. Dat wanneer ik die aanvallen kreeg in de avonturen, dan moest ik dat smeren. En dan wat de persoon had gezegd, dan zou alles kalmeren. Maar het heeft geholpen voor een korte tijd. Maar daarna werd het erger. Erger, zodanig erger dat toen ik die dingen gebruikte, niets hielp. De aanvallen waren zwaarder. De angst, de stress, de vrees was nog erger en ik werd nog erger wat betreft mijn karakter. In de zin van ik werd agressiever, ik werd snel geïrriteerd. De verdriet in mijn binnenste werd zodanig groot. Naarmate dat we zoveel hulp hebben gezocht buiten, niets ging helpen, kwam ik op een punt om een dagje van school. En ik liep van de hoofdweg naar huis en in mijn hoofd had ik al, ik ga mezelf vandaag afmaken. Toen ik thuis aankwam was ik alleen thuis en ik rende gewoon snel naar de keuken om een mes te pakken, om mezelf vakant te maken. En ik wou het doen. Ik had die mes al gezet aan mijn buik. Ik drukte, maar het ging niet. Het leek alsof er iets mijn hand tegenhield met de kracht om het niet te kunnen doen. Tot op een dag ik een uitnodiging kreeg, maar niet één keer. Vier keren kreeg ik deze uitnodiging. Elke keer dat ik het kreeg, heb ik het geweigerd, want van huis uit heb ik een andere religie. En de persoon zelf die me ging uitnodigen was een buurjongen van mij, die ook dezelfde religie had wat ik had. Maar toen hij me vertelde wat hij heeft meegemaakt en de oplossing dat hij heeft gekregen, heb ik op de vierde keer toen hij me heeft uitgenodigd besloten om mee te komen. Het was wel moeilijk voor mij, het is heel iets anders, maar ik keek naar de problemen. Omdat niemand me daar kon helpen en ook niemand me kon begrijpen, ben ik gekomen. En naarmate van tijd in de kerk hoorde ik van de campagne van Israël. En daaraan deed ik ook. En wat me motiveerde om te doen aan de campagne van Israël is de getuigenissen van vele mensen. Dat ze hun alles hadden gegeven in de campagne. Wat God hen had gevraagd en de resultaten dat ze hadden gekregen in hun leven. Dat had me echt gemotiveerd, want ik wou echt een verandering op andere gebieden in mijn leven dat ik ook nodig had.
En zodoende heb ik aan meerdere campagnes gedaan in de tijd dat ik ben in de kerk. En ik heb de veranderingen gezien. Van de moeilijkste campagne wat ik heb ervaren is dat ik had geofferd. Ik had geofferd mijn investeringsgeld samen met mijn vrouw, want we zouden gaan investeren. Maar ik werkte ergens, vast in dienst. Maar ik had altijd in mijn hoofd, ik wil mijn eigen baas worden en zo. Maar ik ging beetje bij beetje sparen om een stap te nemen. En toen vroeg God mij dat geld en ik heb dat geïnvesteerd. En kort na 2 weken in de campagne, na de campagne, kreeg ik ontslag. Ik kreeg ontslag zonder een grondige reden. Ik werd uit huis gezet en ik werd niet betaald. Er waren 3 dingen dat ik moest confronteren op dat moment. Het was pijnlijk, zeer moeilijk. En ondanks de situatie, ondanks geen salaris, bleef ik trouw aan God. Want het was een terugval. Ik bleef trouw in de 10e. Wat ik had, ging ik zetten. Maar in de tijd dat ik geen werk had, had ik ook te kampen met vele twijfels, negatieve gedachten. Maar ondanks dat alles, ik bleef trouw. Wat God me ook wees, is dat ik moest vergeven. Ik moest iemand vergeven die me vreselijk pijn had gedaan. En het was moeilijk. En dat alles heb ik gedaan. En God heeft vereerd. Vandaag de dag leef ik niet meer losbandig. Ik heb niet meer de sigaret of de alcohol nodig. Ik ben niet meer leeg van binnen. Ik heb de rust en de vrede. Ik kan nu goed slapen. Ik ben ook gelukkig getrouwd. God heeft me een vrouw van God gegeven. Die mij helpt, die mij ondersteunt. En die mij compleet maakt. En ik ben ook gezegend in mijn baas. Ik betaal mezelf. Het ligt aan mij hoeveel ik mezelf zelf wil betalen. En dit alles zijn resultaten van de campagne dat ik heb meegedaan. Dan is een nieuwe identiteit dat wij zijn aan het zoeken in deze speciale campagne in de Vallei van Jabok. Zie dat de getuigenis van deze persoon. U vindt daar in zijn leven, u vindt daar 3 identiteiten dat hij had of dat hij heeft gehad. De eerste identiteit is degene dat onze ouders hebben aan ons gegeven. De naam dat ze hebben aan ons gegeven. Het leven dat ze hebben ook voorbereid voor ons. En toen wij hier op aarde kwamen, ze gaven aan ons een naam. En ook het leven dat ze waren het leven. En dit was de eerste identiteit. Hij heeft deze identiteit gekregen. Daarna kwam een andere identiteit, de identiteit dat het kwade wilde doen. En dan hij begon de identiteit te hebben van een persoon die was in de criminaliteit, van een persoon die kon niet goed slapen. Hij had de identiteit van een persoon die wilde zelfmoord plegen. En zo is de identiteit van velen. Wat is uw identiteit op dit moment? Want misschien je bent bekend als een persoon die altijd ziek is. Je bent bekend als een persoon die altijd ongelukkig in het liefdesleven is. Je bent bekend als een persoon dat altijd nerveus is. Een slechte mens is, dan deze is de identiteit dat het kwaad
wil in u zetten, is nu in uw leven aan het zetten. En zeker dat u bent niet blij met deze identiteit dat het kwaad is in uw leven aan het brengen. Dan wat te doen, zodat u deze nieuwe identiteit zal hebben. Dan u dient te strijden met de God, niet tegen God, maar met de God, zodat de God zal deze verandering in uw binnenste doen, zodat u een nieuwe identiteit zal hebben. Zie dat Rakish toen hij hoorde over de getuigenissen van andere mensen, van mensen die hebben hun levens veranderen in de campagne, dan hij verlangde ook een nieuwe identiteit te hebben. Hij wilde niet meer hetzelfde zijn. En zie, wanneer wij kijken naar de Bijbel, naar wat Jacob deed, of de situatie van Jacob, de strijd dat hij had daar in Jabok, toen hij een nieuwe identiteit heeft gekregen. Je zal merken, dat was vanwege een familieprobleem dat hij had, was vanwege een familieprobleem dat hij heeft gezorgd om een nieuwe identiteit te hebben. En u bent nu vol met problemen. Als een persoon die problematisch is, altijd er is een probleem in uw leven. Altijd. Dan u dient deze situatie te gebruiken en een nieuwe identiteit te ontvangen van God. Zie dat hij was in de criminaliteit. God verandert zijn identiteit. Nu hij heeft zijn zaken een betere leven. Hij was ongelukkig in het liefdesleven. Hij werd een gevallen, misbruikt door boze geesten. Nu hij is gelukkig getrouwd. Hij was een probleem vol met problemen. Wanneer hij ging slapen, hij kon niet goed slapen. Maar nu alles is anders. Want nu, hij heeft de identiteit dat hij van God heeft gekregen. En is dit dat ontbreekt in u. Als u wil stoppen met lijden, dan is dit dat u dient te doen. Deze nieuwe identiteit te zoeken. Wij zijn deze speciale campagne aan het te houden. Wij zijn deze speciale campagne aan het doen. En u kunt ook, als u heeft nog niet uw envelop, dan u kunt morgen langs van een van onze universele kerken. U zal deze envelop nemen. Binnen in de envelop er is een papier dat zegt nieuwe naam, nieuwe identiteit in het Vallei van Jabok. U zal uw foto daar plakken. En u zal de grootste heid van uw geloof gebruiken. U zal het offer dat u zal voorbereiden voor God. En u weet dat het offer is begrepen financieel, fysiek en geestelijk. Dan, zoals hij heeft gezegd, hij moest van binnen veranderen, mensen vergeven. Dan hij deed dat. En hij zette God op proef toen hij bracht zijn offer. De financiële offer. En de financiële offer toont eerst dat u gelooft. Uw financiële offer toont dat u bent afhankelijk. Dat u bent afhankelijk van God. En dan is dit dat een persoon dient te doen, zodat de persoon gezegend zal zijn. Want wanneer wij aan God iets brengen, die belangrijk voor ons is, die noodzakelijk voor ons is, dan wij tonen dat wij geloven
meer in God. Dat wij zijn meer afhankelijk van God. En wanneer u wordt totaal afhankelijk van God, dan is het moment dat God komt om je leven te zegen, te veranderen. U heeft gehoord de getuigenis van deze persoon en die andere mensen gedurende deze dagen. En u merkt dat deze mensen, ze deden dezelfde proces. Ze moesten het offer financieel, fysiek en geestelijk doen. Ze moeten dat doen. En u ziet dat ze hebben goed gedaan. Dan jullie wil, eerst u dient aan God te vragen, God, wat is het offer dat u moet doen? Wat is het fysieke, geestelijk, financiële offer dat ik moet nu presenteren? Wat zit in u dat u moet doen? Wat is uw geestelijk offer in zijn situatie? Hij moest vergeven. In andere mensen, de persoon moet serieus zijn leven met God doen. Maar iedereen heeft door middel van zijn financiële offer getoond dat de God, dat ze geloofden in God en dat de God, dat ze waren afhankelijk van God en dat ze geloven dat de God zouden hun levens veranderen. Want er bestaat geen grootste bewijs van geloof dan het offer. Wilt u tonen dat u gelooft dat God uw leven zal veranderen, dan doe je offer. Want als u doet dat perfect, dan u bewijst aan uzelf dat u gelooft dat God uw leven zal veranderen. En wanneer een persoon dat doet, dan zeker dat de verandering komt op het leven van de persoon. Dan, u kunt morgen langs van Universele Kerk komen. Wij hebben geen dienst. De dienst zal 6:00 s'avonds zijn via deze YouTube-kanaal. Maar u zal uw envelop nemen en jullie al geven. Er zijn mensen die al de envelop hebben. Als u niet geeft, dan u zal nemen uw envelop en u zal uw offer voorbereiden. En volgende maand, u zal dat brengen. En u zal een God presenteren. U zal vragen een nieuwe identiteit. En zeker dat u een nieuwe identiteit zal ontvangen van God. En u kunt zeker zijn dat in de volgende keer is uw getuigenis dat wij zullen hier tonen. De mensen zeggen dat ze hebben gehoord de getuigenis van anderen. Die werden gezegend en ze hebben geleerd. Is dit wat ik moet doen om gezegend te worden? Ze deden en ze hebben de zegen van God gekregen. Dan doet dat en zeker dat een verandering in je leven zal komen. Oké. Morgen 6:00, er is ook de bevrijdingsdienst. Jullie wil de verbreking van vloeken hebben in uw leven, dan u zal deelnemen van de dienst 6:00, zodat u de vrijheid zal ontvangen. Op zondag, wij zullen de zondag van vrede hebben. 10:00 ochtends. U kunt ook via deze YouTube-kanaal volgen. En als mogelijk is, u en uw familie, als mogelijk is, jullie zullen in wit gekleed zijn om deel te nemen van de dienst. Want wij zullen zoeken dat de vrede in u zal komen. Jullie heeft vrede nodig. Dan u zal uzelf voorbereiden en op zondag u zal deelnemen van de dienst in wit gekleed als mogelijk is. En zeker dat God je leven zal zegenen. En volgende donderdag, wij zullen een speciale liefdestherapie houden. Want zal de
catechoti zijn. En dan wij zullen een speciale dienst 6 uur in de avond hebben, waar meerdere pastors zullen voor u bieden. Pastor Bruno zal voor u bieden, pastor Aleixo, pastor Hendrik, pastor Vidyendra, pastors zullen soldaten in deze totale vrijheid ook in uw leven zal komen. De volgende donderdag, vergeet niet 6 uur, wij zullen deze speciale liefdestherapie, deze speciale dienst in verband met catechoti, zodat de zegen op uw leven zal komen. Als u de psalmen 27 bij u heeft, dan neem in uw hand. Wij zullen deze psalmen bieden en wij zullen daarna onze laatste gebed opzeggen. Aanstanders en mijn vijanden, zij zijn zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vrees niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 1 ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heere al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid des Heere te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschouw. Ik wil zingen. Ja, psalm zingende Heere. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Want u van tweeën zegt mijn hart. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Hij waart mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet. O God, mijn heil. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neem de Heer. Oké. Voordat wij zullen bieden, zodat duidelijk zal worden, want ik las hier sommige commentaar, zodat het duidelijk zal zijn. Wat zit binnen in ons, moet altijd getoond worden door acties. De mensen kunnen praten, de mensen kunnen iets zeggen, maar wij bewijzen door onze acties. Als u zegt bijvoorbeeld dat u van iemand houdt, dan zijn uw acties die tonen. Als er is geen bewijs door uw acties van liefde, dan u kunt zeggen dat u van iemand houdt, maar dit is niet de waarheid. Als ik zeg dat ik geloof geef, maar mijn acties bewijzen niet dat ik geloof, dan mijn woorden hebben geen kracht. Mijn woorden zijn niet waar. En dit u dient te weten. Wanneer de persoon zijn offer aan God brengt, dan de persoon bewijst dat de persoon echt gelooft. En als u zegt dat u gelooft in God en dat u hoeft niet uw geloof te bewijzen, dan waarom uw leven? Toon niet dat u dat waarom uw leven toont niet dat de God daar aanwezig is? Want als de identiteit van de verkeerde, van het kwade in uw leven is, dan dit is een bewijs dat God nog niet daar is. Worden sommige mensen die dit niet goed hebben begrepen. Dan sluit uw ogen. Mijn God en Vader, wij bedanken aan u voor deze bijeenkomst. Wij bedanken u
Want u bent voor ons aan het zorgen. En u heeft de begeleiding gegeven aan deze mensen. Zodat deze mensen zullen hun levens veranderen. En ik weet zeker dat degenen die hebben deze instructies van u genomen. En nu is een deel van deze persoon, van ze zullen in praktijk zetten. Ik weet zeker dat deze mensen gezegend zullen zijn. Mijn Vader, dat u zal deze mensen beschermen tegen alle werken van het kwaad. En wat deze mensen hebben vandaag gekregen, dat deze mensen zullen bewaren, zullen praktiseren en zullen gezegend zijn. In de naam van de Heer Jezus, ik leg het leven van deze mensen in uw hand, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegent jullie en tot morgen. Mijn Heer, u veranderen en mij van mijn verleden te ontdoen van al die vele fouten die ik al begin. Ik weet dat ik uw vergeving niet verdien, maar ik weet dat u mijn intentie ziet en dat ik door mijn pijn tot hier kwam. Alles wat u wilt dat ik zal zijn, gaan waar u wilt dat ik naartoe ga, en laat u wil altijd in mij geschieden. Vervuld worden in mijn leven. Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar. Dat ik naartoe ga en laat u veel altijd in mij geschieden. Heer, ik wil zien uw zegen vervuld worden in mijn leven. Ik weet dat er geen andere weg bestaat. Ik geef me totaal over op uw altaar.